Het coronavirus kon in Oost-Brabant harder toeslaan door de slechte luchtkwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Die wordt mede bepaald door de uitstoot van fijnstof. Er zijn meerdere sectoren die dat uitstoten, waaronder de intensieve veehouderij. Al wordt de rol van die sector, volgens voorzitter Gerard van Zutphen van ZLTO Meierij, behoorlijk overdreven. Volgens mij hebben wij als Brabant het meest veedichte of het veedichte gebied, dat is één. Het meest wegendichte gebied. Vervolgens nog die drie factoren Rotterdam, Antwerpen en Roergebied. Dus we zitten dadelijk in een driehoek met heel veel fijnstof. Ja. Maar vervolgens wil ik wel terugkomen op het feit dat vooral het fijnstof uit de verbrandingsmotoren, wat de factor 4 kleiner is als uit de veehouderij. Ja, de hele kleine fijnstof dringt de longen binnen. En ik ben ervan overtuigd dat het fijnstof uit de veehouderij grover is en waarschijnlijk niet die schade verricht die de fijnstof uit de verbrandingsmotoren doet. Dat er meerdere factoren een rol spelen, wordt door de Brabantse gedeputeerde voor milieu Hagga Royakkers bevestigd. Het is zo dat wij op die weg liggen tussen de Rotterdamse haven en Duitsland en weer terug. En wij zijn natuurlijk ook druk met transport van de Randstad naar België en weer terug. En daarnaast hebben wij ook heel veel industrie, veel veehouderij en natuurlijk ook gewoon veel stedelijk gebied. Ja, daar komt gewoon veel emissie uit. Hè. Je ziet dus daarmee ook dat luchtkwaliteit zich opstapelt. En de effecten daarvan hebben natuurlijk gevolgen voor onze volksgezondheid. Een betere luchtkwaliteit had volgens het RIVM-rapport voor minder besmettingen, ziekenhuisopnames en doden kunnen zorgen. De vraag is dus vooral hoe de luchtkwaliteit verbeterd moet worden en wie dat moet gaan doen. Zowel Royakkers als Van Zutphen zijn het erover eens dat het niet van één partij af moet hangen. De rol van de veehouderij ontken ik niet. Hè. We staan ook voor een opgave. Als ik zie in Brabant wat er voor vragen stelt aan het verduurzamen en het minder uitstoot geven van de veehouderij. We zijn op de goede weg. Wij moeten nog stappen maken als veehouderij. Maar ik denk als alle andere sectoren, verkeer, industrie, dezelfde reductiestappen zouden maken of al gemaakt hadden als de veehouderij, dan denk ik dat we op de goede weg waren. Dus de bal bij de veehouderij leggen vind ik wel een beetje kort door de bocht. Nogmaals, de factor fijnstof uit de andere sector is een factor 4 kleiner dan het de veehouderij. Dus ja, daar vinden wij iets van. Het is nooit één persoon of één bron die verantwoordelijkheid is voor een hoge ziektelast. Maar we zijn met z'n allen medeverantwoordelijk in hoe wij wonen, werken, leven en ons vervoeren. Dus wat we moeten doen is een samenhangende aanpak. We moeten zorgen dat we ook overheden, Rijksoverheid, de Rijkswegen, er zijn er veel in Brabant, moet samenwerken met ons als provinciale overheid en wij met de gemeente in het Schone Luchtakkoord. Want wij werken daarin heel goed samen om te zorgen dat we weten waar die bronnen zijn, waar ze vandaan komen, wie we kunnen aanspreken, hoe we misschien ook met wet en regelgeving aan de slag kunnen. Maar het gaat ook over gedrag. Want als het goed is, wil je helemaal niet vervuilend zijn voor je omgeving. Dus moeten we alles op alles zetten om het hier Brabant gezonder en leefbaarder te maken.